Hallo mensen, mijn naam is Dave en voordat deze video begint nog even een kleine korte mededeling. Ik wil nog iemand bedanken, zijn naam is Stefan, hij heeft voor ons de intro gemaakt, die had tenminste een deel en hij kon niet helemaal renderen op Blender, maar ik heb hem gerenderd. Maar heel erg bedankt Stefan voor de intro, kanaaltje staat onderaan in de beschrijving. En oh ja, deze video is niet helemaal goed gegaan, spijtig genoeg, want het is wel echt een hele leuke video, want ik weet niet wat er gebeurde, maar toen ik hem had opgeslagen, zeg maar, bij, want ik heb geen capture card. Ik gebruik gewoon de capture card die al ingebouwd zit in de PS4. En die, als het ware, heeft details eruit gelaten. Bijvoorbeeld de hitmarkers zie je niet, het scorebord zie je niet en de minimap was eerst ook weg. Dus ik heb ook een deel van theatermode gebruikt en ja, ik heb een beetje lopen prutsen. Daarom heeft het ook zo lang geduurd om deze video te maken. Maar toch, alsnog, ik zou zeggen, enjoy de video en ik zie jullie weer later. Yo, what up mensen? Mijn naam is Dave en vandaag heb ik weer een nieuwe video hier voor jullie op het kanaal Frave. En vandaag gaan we proberen het menu te betalen, zo makkelijk is het. Ik speel vandaag met de CUDA, Silencer, Fastmax en de Eloscope erop, zoiets volgens mij. En ik zie nu wel dat ik de verkeerde streak heb aangezet. Daar hebben we één enemy. En daardoor is de tweede. Maar pech. Maar dan gaan we het hiermee maar doen, denk ik. Ik moet even wat concentreren hoor. Oh shit, ja, iemand achter me. Ik hoor iemand. Hij komt van links. Maar, wacht, oh nee. Ah, kut, van rechts. Ik weet niet of het in deze aflevering gaat lukken. Waarschijnlijk niet, maar we gaan er gewoon voor. En ik heb doelbewust gewoon even team deathmatch potje gezet. Gewoon omdat voor jullie ook, mij leuker is om naar te kijken voor jullie. En het is gewoon, ja, ik vind af en toe de spans met Domination niet helemaal, zeg maar, eerlijk. Ik vind het een beetje, dat moet soms een beetje verbeteren. Het gaat echt poep. Oh, zag hoe pro ik daar mijn wapen wisselde. Oh mijn god. En ik heb gewoon een 10 derde potje gestart, want ik dacht dat het misschien beter is. Dus tenminste op een 5 kill streak, dat is de, ja, beter dan de vorige keer, I guess. Maar we hebben nu ook kinetic armor en we staan er goed voor. We staan er goed voor. Oké, mijn aim was daar echt lekker pure poep. Ik hoor mensen achter me. Voor mij, ja. Ja. Oh, mijn aim, jongen. Echt heerlijk. Echt gewoon dat puntje gaat ook alle kanten op. Op daar. 2 kills bij. We hebben bijna, is bijna dood. We hebben bijna de hater. Nog de 4 kills of zo. Friendly talent inbound. Dat gaat niet goed. Ik wil echt even meten. Want als we de eten hebben, hater, zo eter, wat de fuck. Als we de hater hebben, dan kunnen we echt gewoon doorpushen en doorknallen. Want dan weet gewoon waar de enemies lopen precies. Dus dat is gewoon mooi. Ja, dat is een teammate, Dave. Lekker jij. Even lopen. Oké, er komt iemand aan. Ja. Oeh, ik wist niet heel zo dichtbij. Was op het we zitten op de 10 killstreak. Zo, dan gaat de goede kant op. 1 derde. Op het die hebben we ook. Even doorlopen. Ik zit nu best wel tricky, want ik zie nu de enemy in span. Dus zit hij sowieso in boven. Of niet? Ja, er komt één naar binnen. Nee. Ik hoor echt iemand lopen, maar oh nee, het zijn gewoon teammates. Even het klitje achter de paaltjes. Vuilnisbakken of wat het ook zijn. Moet er echt even concentreren. Ik heb nog echt nog maar 1 kill, dan heb ik mijn hater. Oh shit, deze dude. Deze dude. Nee, geen rondjes rennen, Houdini. Kom, hoppata. We hebben de hater. Nice, nice, nice. Oh, we hebben ook gelijk de raps. Hoppata, mensen. Het is niet heel hard dat ik de raps heb aangezet. Hij ging nog maar net goed, mensen. Oh mijn god. Oké, die hebben we niet. Op daar. Nog 1 kill. Kom op, Ruthless. Oeh, we hebben een GI-unit. Lekker, jongen. Lekker. GI-unit on standby. Nice, GI-unit. Oké, ik ga nu even wat rustiger spelen, want we zitten voor mij echt hoog, hoor, mensen. We zitten op de helft, denk ik. Ja, we zitten sowieso op de helft. We hebben een Ruthless gehad.
Hoppet, zo, die refs maken veel kills. Niet heel handig eigenlijk, man. Maar ik vind gewoon Team Deathmatch, speel ik gewoon de laatste tijd meer. Ik vind Domination gewoon te lang. Mijn video's worden daardoor ook een beetje langdradig. Dus ik dacht gewoon, ik speel gewoon een potje Team Deathmatch. En het gaat gelijk 100 keer beter, dus misschien moeten we het al vaker doen, mensen. Zo, nog even dat een enemy was, dat is gewoon mijn GI unit, lol. Ik zit een beetje door mijn eigen span heen te rennen, maar ik wil gewoon liever niet dood. Maar ja, het potje gaat ook snel voorbij. Dat is het nadeel van Team Deathmatch. Hopta, die kwam er bij. Dat was een mooi jumpshot. Maar gelukkig hebben we nog kinetic armor, dus ja. Zo, dat was tenminste een goede. Ik zet even nu kinetic armor en dan 1, 2. Hopta. Zo. 20 kill streak. Oké, nu gaan we gewoon doorpushen. En... It was at this moment that he knew. He fucked up. Wat? Wat? Call of Duty! Call of Duty! Oh mijn god. Wat? Ik snap er... Wat? What the fuck? Nee joh, dat kon helemaal niet! Dat kan toch gewoon? Die enemies die spanden daar! Hoe de fuck moet ik dood zijn gegaan daardoor? Ik... Oké. I'm so done with this game. Echt waar. Ja, tering camp. Ja, nu zijn we weer dood. We hebben weer niet gehad. Kijk, we gingen 32 om 1. 32 om 1. Hoe de echt nog maar iets van, wat is het? 8 kills of zo? Ja. Ja, nu doet hem ook al gewoon helemaal niks meer wat verschoren halen. Even serieus. Fuck sense. What the fuck? Nee, ik snap er echt niks van. Ik snap er echt niks van. Ja, nu gaan we genokken. Ja, boeit al. Hè? Nee. Nee. Wat? De enemies horen daar niet te spannen. Dat ging echt werkelijk. Ja, nou ja, nu ga ik helemaal pure poep, man. Even serieus. Echt scheid. Nee, ik snap het niet. Ik snap het niet. Nee, ik snap het niet. Nou ja, daar ging ons, wat zal het zijn? 21. Ja. Echt. Dan gaan ze opeens van camp staan. Ja. Ja. Ik ben. I'm sprakeloos. Ik weet het niet, mensen. Ik ben eventjes mis, zo. Mijn kop eraf gebrand. Ik. Call of Duty. Nee. Oh mijn god. Die enemies horen daar niet te spawnen. Echt serieus. Ja, maar boeit me ook helemaal niks meer. Ja, potje zit toch al op. Oh mijn god. Nou ja, ik ga echt Black Ops die helemaal kapot maken. Ik ben klaar met deze game. Ja, final kill cam. Mensen, ik ben klaar met deze game. Ik ga het niet meer spelen. Ik ga denk gewoon de game verkopen op Marktplaats of zo. Maar als je hebt genoten, laat zeker een duimpje achter en doei. Hey bitches, Dave hier met vandaag een nieuwe tutorial. Vandaag zal ik jullie laten zien how to destroy your Black Ops 3 CD. Ik heb er lang op gewacht, maar eindelijk is de tijd zover. Dus let's get started. Really nigga? Voor de eerste stap heb je wat melk nodig. Ik hou het liefst van volle melk, maar je mag natuurlijk ook halfvolle melk gebruiken. Dat is maar wat je zelf het liefst gebruikt. Nou, zoals je ziet doe ik het beetje voor beetje melk over de cd heen. Want ja, het moet zeg maar een voorbereiding zijn voor de hamer die gaat komen. Dus een klein beetje melk, beetje voor beetje, dan doe je het heel erg goed. Voor de tweede stap heb je een hamer nodig. Ik gebruik liefst een grote hamer, want ja, dat vind ik natuurlijk fijn. Maar je kan ook natuurlijk een kleine hamer gebruiken voor de mensen die gewoon wat kleiner zijn, weet je. En zoals je in het filmpje ziet, moet je goed rammen op de cd, want de cd moet natuurlijk een beetje kapot, een beetje mals zijn, want het is een voorbereiding voor de ketchup die gaat komen. Voor de volgende stap heb je wat ketchup nodig.
Natuurlijk kan je ook curry gebruiken, maar ik gebruik het liefst ketchup. Want ketchup is gewoon B en B is gewoon love. Ja, dat gebruik ik gewoon fucking ketchup. Oké, dankjewel. Ga het met kleine droppeltjes over de cd heen gooien. Het moet natuurlijk niet in één keer te veel zijn, dat is bij de melk. Het moet natuurlijk een beetje mals zijn en goed zijn voor de hamer. Dus een klein beetje, beetje voor beetje, net als de kleine vogeldrolletjes die je uit de lucht ziet vallen. Hi mensen, voor de vierde stap heb ik weer de hamer nodig. Ik ga maar lekker rammen op de cd, zodat het ketchup en de melk weer verspreid wordt over je hele tuin. Of je hele woonkamer, want dan vindt je moeder hartstikke leuk. Dus vooral doen. Voor deze volgende stap is het belangrijk dat je twee ingrediënten hebt. Zeewier en een banaan. Natuurlijk mag je ook één gebruiken, maar ik gebruik het liefst allebei. Je moet een banaan hebben, daarmee moet je lekker de cd gaan spanken. En dan weer met je hamer opslaan. En wat zeewier gooien op de cd. Want ja, zeewier, wie de fuck wilt er nou geen zeewier op de cd? Nou mensen, dat was het tutorial. Als je hebt genoten, laat zeker een blauw duimpje achter. En zeg wat ik de volgende keer moet maken. En dan zeg ik voor nu, stay cool en laatst mensen. Wauw!